Hallo, vandaag ga ik heerlijke Surinaamse kipsaté maken. En daarvoor heeft u de volgende ingrediënten nodig. Voor de saté, kipfilet zoveel als er nodig is. Wat katoenbarzaden, die gaan we zo meteen fijn maken. 2 teentjes knoflook. Wat tomatenpuree. Zoute ketchup. En zoete ketchup. En wat gulab jamun. Voor de saté saus heeft u de volgende ingrediënten nodig. Ongeroosterde pinda's, dus rauwe pinda's. Ja, zoveel als je nodig hebt in feite. Ook weer wat gulab jamun. Een pepertje, een rawit bijvoorbeeld, of een lombok, zonder pitjes. Een stukje gember. En een bouillonblokje. Snijd de knoflook fijn. Maak de katoenba fijn in de vijzel. Of de chobak, zoals het in Indonesië zeggen. Doe de knoflook erbij en stamp het lekker fijn. Totdat het een soort papje wordt. Doe de tomatenpuree in een schaaltje. Doe er een scheutje zout ketchup bij. Niet te veel. Doe er een scheutje zoete ketchup bij. Ietsje meer is te zouten. Doe nu het knoflook katoenba mengsel erbij en meng het goed door elkaar zodat er een marinade ontstaat. Doe er een beetje gulab jamun bij, een heel klein scheutje. En een stuk of 3 druppeltjes citroensap. Snijd de kipfilet in blokjes. Doe de marinade bij de kipfilet in een schoteltje en meng het even goed door elkaar zodat de ingrediënten goed doorheen trekken. En als het goed door elkaar gemengd is, kun je de saté laten marineren in de koelkast. Een beetje aluminiumfolie eroverheen. Meng het goed door elkaar heen. En het mag echt wel een paar uurtjes mag dit marineren. Dus als je bijvoorbeeld 's morgens maakt en je gaat 's avonds ga je de saté maken. Ja, dan zijn de ingrediënten lekker goed er doorheen getrokken. Nu aan de slag met de saté saus. Neem een grote vijzel en maak de pinda's een beetje wat fijner. Het hoeft geen pap te worden, maar maak het tot een beetje wat kleinere stukjes. Dus het hoeft niet al te fijn te zijn. Laat een wok, oftewel een watjan, heet worden. Dat het goed warm is zonder olie. Rooster de pinda's tot ze lekker bruin zijn. Ze mogen een beetje donkerbruin worden. Niet zwart, maar een beetje licht, middel tot donkerbruin mogen ze worden. Op dat moment zijn de pinda's gaar in die zin dat ze dan lekker geroosterd zijn. Snijdt u de gemberwortel fijn. Snijdt u de rawit of de lombok of de Spaanse peper fijn. U mag ook ajumma peper gebruiken of een stukje Madame Jeannette. Alleen kijkt u uit dat u dat niet met uw handen snijdt, maar met mes en vork. Nu de pindas, de gember en de peper in een keukenmachine. Het enige wat je nog hoeft te doen is wat water bijvoegen, dat het niet te dun wordt. En het vervolgens nog opwarmen tegen de tijd dat de saté klaar is. I'm a no more. Oh, for a life, I'm a no more. I'm a no more.